Hier even een korte reflectie op de bijeenkomst die wij afgelopen maandag hebben gehouden rond het thema burgerkracht. Het is de tweede keer dat Bouke Koekoek en ik deze bijeenkomst georganiseerd hebben met mensen die allemaal betrokken zijn op de GGZ, het sociaal domein, rond het hardnekkige dossier personen met verward gedrag. We waren dit keer met ongeveer 10 mensen samen en dat zijn hulpverleners, ervaringswerkers, naastbetrokkenen, ambtenaren, onderzoekers, van alles wat. En de eerste vraag die wij ons stelden naar aanleiding van de vorige keer was, hoe zitten we hier nu eigenlijk? Zitten we hier vanuit onze rol als professional of zitten we hier als burger aan tafel? En dat bleek toch wel het een en ander los te maken, ook bij mijzelf. Dat ik bij mezelf na moest gaan van ja, hoe zit ik hier nou? Zit ik hier als ervaringswerker met al mijn kennis en kunde of zit ik hier als Hans van Eken, als man, Nederlander, of zit ik hier vanuit een bepaalde rol? Dat gaf toch een heel veel inzicht. En uiteindelijk ging het er ook over de vraag van, die de vorige keer eigenlijk al aan de orde was gekomen van, zijn wij ervan overtuigd dat er bij de gewone Nederlander, in de wijk, in de straat, veel potentieel aanwezig is om de uitdagingen rond deze problematiek aan te kunnen gaan. En het interessante was dat er consensus was over het feit dat dat inderdaad zo is, dat er heel veel potentieel is wat ongebruikt blijft. Met name omdat de zorgsysteemwereld de ruimtes heel erg klein maken. Heel bijzonder was om te merken dat de vorm waarin we dit deden, dus met z'n allen aan tafel, veel tijd nemen, hele middag van 1 tot 5, veel aandacht voor elkaar, ook de persoonlijke verhalen, dat dat op de een of andere manier, en dat zie ik ook heel vaak in de zelfhulpgroepen, dan opent zich een soort bron van kennis en wijsheid waar heel veel te vinden is en waarvan wij met z'n allen wel zeiden van hey, we zijn waarschijnlijk als maatschappij een deel van die kennis de afgelopen 40, 50 jaar kwijtgeraakt. Nou, we zijn van plan om het voor te zetten. We gaan weer een bijeenkomst houden, waarschijnlijk ergens na de zomervakantie. En dan gaat het er natuurlijk om van, hoe kunnen we dan die bron verder openen, verdiepen, die wijsheid en dat inzicht wat er blijkbaar in de mens en in het collectief aanwezig is, hoe kunnen we die dan gaan exploreren en ook gaan exploiteren in de zin van, hoe kunnen we dat ten goede laten komen aan die mensen die geïsoleerd, geambulantiseerd, gestigmatiseerd, ergens in flats en woningen wonen en via allerlei outreachende teams hulp aangeboden krijgen, maar toch over het algemeen behoorlijk verpieteren. Hoe kunnen we die mensen tot een hand en een voet zijn? Dank u wel.